Ali B. staat voor een cruciale periode nu hij heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen zijn veroordeling voor verkrachting en poging tot verkrachting. Volgens deskundigen zoals Clarice Stenger, John van den Heuvel en Bram Moskovits brengt dit niet alleen het risico met zich mee dat zijn gevangenisstraf kan worden verlengd, maar ook dat meer vrouwen naar voren zullen komen met nieuwe beschuldigingen. Stenger, bekend van RTL Boulevard, speculeert openlijk over de mogelijkheid dat het hoger beroep een aanzienlijk aantal nieuwe aanklachten kan genereren. Ze wijst erop dat de drempel om naar voren te komen lager kan zijn zodra de zaak weer in de schijnwerpers komt te staan. Dit sentiment wordt gedeeld door misdaadverslaggever John van den Heuvel, die benadrukt dat de geloofwaardigheid van de bestaande slachtoffers een precedent schept voor anderen om hun stem te laten horen. Bram Moskovits, voormalig strafpleiter, voegt toe dat het hoger beroep niet alleen de bestaande straf kan verzwaren, maar ook tot nieuwe aanklachten kan leiden. Hij waarschuwt voor de mogelijkheid dat het Hof tot andere conclusies kan komen dan de eerdere rechtbank, wat het juridische landschap voor Ali B aanzienlijk kan compliceren. In het licht van deze ontwikkelingen lijkt de weg naar gerechtigheid voor Ali B steeds hobbeliger te worden. Terwijl zijn advocaten zich voorbereiden op het hoger beroep, blijft de vraag hangen of meer vrouwen zich zullen melden met hun eigen ervaringen. Deze onzekerheid werpt niet alleen een schaduw over zijn toekomst buiten de gevangenis, maar onderstreept ook de bredere impact van zijn zaak op de samenleving. Terwijl het publiek afwacht hoe dit juridische drama zich zal ontvouwen, blijven de ogen gericht op Ali B. en de mogelijke gevolgen van zijn beslissing om in hoger beroep te gaan.